vorige oortredings. Aanranding 19 april 1918. Diefstal 7 november 1918. Diefstal 23 oktober 1919. Veediefstal 4 februari 1921. Verkrachting. Aanranding met die doel om ernstig te beseer. Aanranding. Aanranding met die doel om ernstig te beseer. Aanranding. Aanranding. Julle varken! Gedink julle sal het recht kry sonder ek het uitvind, is dit wat julle gedink het? Waarvoor praat jy, Skas? Ek weet nie wat ek praat. Oor die oudersies weet nie waarvan ek praat nie. Nee, ek kan jou amper glo, oudersies, want op jou ouderdom vergeet my is makkelijk. Verkapte arm maak onthou glo moeilik. Of wat sê jy, Willie? Is jy doof as ek met jou praat, Willie? Nee, Sias, ek hoor jou. Nou, kom antwoord jy my nie dan nie. En Willie, kom hier so, Willie. Kom hier! Wat dink jy, Willie? Weet nie, Sias. Jy weet nie. Jy weet nie, en sy weet nie. Sy is kins, en jy, wat is jy, dom? Of dink jy dat ek is dom, huh? Is dit wat jy dink? Antwoord my, kom jou praat, antwoord my! Nee, Sias, ek weet dan nie. En jy, ou missies, wat moet ek sê? Wat wil jy, moet ek sê? Wat wil ek jy moet sê? Nee, die waarheid, my vrou, nee, die waarheid. Het is bijvoorbeeld ek wil weet waarom die politie aan hierdie gemors. Wat is dit? Dit is een dagvaring, dit is wat het is, of kan jy nie lees nie? Hulle soek my oormor in die hof oor Esther. En ek wil dit hoe weet hulle. Amal weet dit jou sisters kan sies. En amal weet jy is bezig om kunst te word. En amal weet jy is my vrou. En amal weet jy wil my hier uitwerk. En nou weet amal ook van ek en Esther. En ek wil weet hoe weet hulle. En mama sy handen van sy sisters kan afhou. Hoe wil jy my kom vertel wat een man mag en wat een man nie mag nie? Julle het by die politie gaan praat. Maar laat een net sy mond in die hof oopmaak, dan is daar moeilikheid. Sorry, sal nie een woord sê nie, my man. Ek zweer. Willie, ek zweer. Ek sal niks sê nie, ek zweer. Nee, ek sal ook nie as ek julle was nie. Julle ken my. Ja, waar is jy? Ek is hier achter Esther, ek kom nou. Maak so lang vir ek en Esther een lekker kan koffie, soblief my bin. Was die betrokke dagvaarding die gevolg van inlichting wat achteraf deur of Mabel Vlok of Willie Krause die plaasvoerman aan die politie verskaf is? Het hulle wel aandeel gehad aan die verklaring wat die wiele van die gereg aan die rol gesit het? Willie Krause. Ek sweer het was die ek nie. Ek het nie een dooie woord oor enig iemand aan hulle gesê nie. Hoekom sal ek? Moes met my te maken gehad nie. En selfs het ek al geweet, dat was een lelike ding tussen hulle. Hoekom sou ek gaan klaat? Wat van sy vrou, Mabel Vlok, sy aandeel? Of sy dit gedoen? Ek weet nie. Maar sy kom, want sy het geweet. Ons allemaal het geweet. Maar ek weet nie of sy dit gesê het nie. Ek sweer, ek weet nie. Maar ek het niks gaan klaar by die politie nie. Was Krause jaloers op Vlok? Was hy self verlief op Esther Cronje? Het was sy eie sisters kind. En man moet sy handen van haar afgehou het. Maar ek het niks gesê nie. Ek zweer. Ek zweer. Ek wil haar nie op die man gevraag. En mys en hulle, haar toep ons altyd vir alles na kinders toe. Vergeer het nou, toe, vergeer het nou. Hoe kom Peter sy so met my? Ag, is nou, het is vaag, ons is alleen. Ek sal morgen vroeg opstaan met haar gaan praat. Mooi met haar gaan praat.
Twee persone vlug omdat hulle vir hulle eie veiligheid vrees. 'N derde hoor van sy voorneme om die volgende dag na hulle te gaan soek. Kon sy nie geprobeer het om hulle immers dan net te waarsku nie. Ek het hulle gewaarsku. Maar ek kon eers nadat hy reeds op pad was na hulle toe. Ek het met Willie gepraat. Toe Esther bel, het ons dadelijk na die Lattigense opstal gehardloop. Is maar skaars 'n myl. En daar het ons beide in die stal se strooisolde gaan wegkruip. Sias het ons later daar kom soek, toe hy ons nie by die meisens in die hande kon kry. Die vyftal skote wat vlak op Ferreira gevuur het, word in 'n polisiedossier aangeteken. Binne 48 uur sou hulle weerklank wyd en suid oor die lengte en breedte van die Unie van Suid-Afrika weerklink. Sou hierdie slaperige dorpie in die Kaapkolonie die grootste en skokkendste gebeurtenis in sy bestaan belewe. 'N Klag word gelê. Hoofkonstabel Martens neem 'n verklaring af. Kijk net van ons daar saas op die vang. Sasan Dippenaar berei 'n aansoek om 'n lasbrief voor. Die aanklag, poging tot moord. Die aangeklaagde, Sias Johannes Christoffel Vlok. Het jy met haar gepraat? Was jy nou raar nie? Het jy haar nie gesien nie? Ja. En Willie? Wat van hom? Heb jy hom gesien? Dalkie. Sy geluk. Ja. Is hom seker lelik van die lippe. Ek sou sy nek vir hom gebreek. En hoe kom hy vraag? Somai. Morgen. Ek gaan morgen alles aan jou vertel. Niks nie. Meneer Vlok! Ja. Lees dan hier af! Meneer Roemie, ik zie jullie vrek, sta stil! Doe maar zoals die man zei, Jan. Net nu schiet hij rarig. Ik roer die zand. Meneer Vlok, als het een document is wat iemand aan het teken. Kom hier uit of met ons maar naar kom. Ons ontwapen om eens even met de schieting uitkom. Wat is het document? Jy kan nie verduidelik, meneer Vlok. Jy moet wel liever self kom kyk. Sand, die man skiet eers voordat hy gesil, Sand. Ek het niks meer uit, maar hy trap my plaas af. Meneer Vlok, ons is ambtelik hier. En u optrede... Ek trak nie hoe julle hier is, die trap nou. Sand, kom ons loop, Sand. Neem net die dokumente besit. Dat is allemaal... Die volgende inplant ek tussen jou oos hier nou trap. Ik las het hier, meneer Vlok. Want daarbij voor u is mijn getuige dat u dit wel in ontvangst geneem het. Als jullie niet nul krap, die 10 seconden dan begin ik schiet. Na die tijd is dikwijls gevraagd waarom is Vlok niet al op die eerste aanklag van bloedskande in hechtenis geneem nie. Die antwoord is eenvoudig. Een lasbrief zou nutteloos wees, want het is een borgbare oortreding. En as vooruitstrevende boer sou Vlok die borg met die grootste gemak kon betaal het. Vlok het nou, die middag van die 12de Mei, 'n verdere 2 aanklagte extra op die hofrol vir die oggend van die 13de teen hom bygekry. Dwarsboming van die gereg en... Poging tot moord? Wie wil jy moord? Wat, Gieso? Poging tot... Varke.
As ek skiet, skiet ek raak, ek poeg nie. Nie wou jy doodmaak. Ek los my dat ek hulle wys. Ek weet jy doodgemaak. Niemand sê ek wil niemand doodmaak nie. Nou wat beteken dit dan? Seker Meisen. Hy het hom seker opgesteek om te gaan kla. Wie? Daai misgewas van 'n plaasvoorman. Wie? Maar jy nou gesê jy het hom nie gesien nie. Het jy hom geskiet? Nee man, Ferreira het later gaan sy plaasvoorman. Die lafaard het seker by Meisen gaan kerm en het hom opgesteek om by die polisie te gaan kla. Moes hom frik geskiet het. Maar jy het gesien hoe die hol hy vat en so hier en daar gerond. Hey dan, nou die mense so trek aan skrik. Kom, gaan maar vir iets om te drink. Nee, wat was hy nodig om daar arresteren? Hy moet buitendien morgenochtend in die hof verskyn. Ek het hom net gewaarsku. Al waarskuwing wat hy sal verstaan is 'n koel deur die kop. Ach, ek sal nou nie dit sê nie. In alle geval, Jack. Wat sal hier dan sê, Dippenaar? Denk jy my skoonmaal aan ons kleur hier so in die duplessies? Los nou maar, Jack. Morgen is alles oor. Hy gaan nie loskom nie. Hy gaan bly sit. Dan gaan maar een echtscheiding kry. Sal jy om die helfte van alles van vlok te gee? Ek hoop jy het nou jou les geleer, maar... Trouw. Maar vergeet van gemeenskap van goederen volgende keer. Maar ek denk jy het seker dan nou genoeg van mans gehad te voel. Het is makkelijk om te verwijt, Jack. Baie makkelijk. As ek eendag weer wil trouw, sal ek definitief nie jou toestem ek om vraag nie. Trouw dan as jy moet. Hou net die plaas nie goed in die familie schane. Jy is maar net my skoonseen, Jack. Met een waterdigte contract om op my siel aan het morgen te boer tot ek die dag doodgaan. So jy rechter gesê het nie, ek nie. Tot die dag as ek die grond verkoop, dan sit jy met niks. Jy kan nie. Jy het my net vrug gebruik. Dis Petrusen as jy enig omkap. Petro en haar broers en Jack. En my testament sal enig bepaal hoe die plaas verdeel word. Jy het gesê die plaas is hare. Hy kry een contant uitbetaling. Testamente kan verander word, Jack. Baie makkelijk verander word. Is ons jas Gert Pieters. Hy sal net by die polisiestasie in. 5:00 die middag van die 12de mei arriveer Gert Pieters, een werknemer van Sias Vlok, by die plaaslike aanklagkantoor met 'n briefie. Passeer Gert Pieters te perd na prokureur Gryling en terug, geteken SJC Vlok. Het jy een boodskap van meneer Gryling? Meneer die brief. Wat gaan? Wat wil jy? Het een boodskap van Gryling, sal? Het Gryling nog vanochtend in die slag is raar geloof. Gryling was Vlokse procureur. Die boodskap rapporteer onmiddellik by my aan huis. Ek het belangrike verklaring om te maak. Kom onmiddellik op ontvangs van die brief en kom alleen, geteken SJC Vlok. Nou, wat het dit met ons uitgewerkt? Het hy gesê met by die politie omgeven? Ja. Het hy gesê ook al? Hy wil nie geplaag wees nie. Ek wil nie geplaag wees nie, hier het ek jou gevraagd om alleen te kom. Wel, jy kom en ek opgeleid, ja, sê ek was by huis. Ek wil gehad het, hulle moes weer niet gekom. Als ek gebel het, sal nie geweet het nie. Die politie. Maar ja, ek begrijp. Nou wel, wat is het wat jy aan my wil verklaren, Sias? Eerst net dit. Het testament? Ja, dit is woord voor woord tussen een wat het moet vervang. Ek sal het tekenen. Dan moet jy dit op my teken as alles reg. Kan jy morgen getuies op die dorp kry? Ja, seker. Jy is vertrouwd met die inhoud van die document en by jou... Kijk, Sias, ek moet aan jou die vraag vraag. Beteken eindelijk iets? Nee, ek bedoel, dit is die persoon. Ek weet wat ek geskryf het en ek is nie mal nie. Teken nou. Ja, ek sê nou wat ek bedoel nie. In elk geval, ek sal die saak morgen afhandel en dan dadelijk een kopie aan jou stuur. Goed. Dat is rustig dan, Sias. Niet zo haastig nie. Daar is nog baie wat ek wil praat. Hoe lijkt het mij daar eens iets wat jou skrikkerig maak, of verbeel ik mij dit? Ja, jy verbeel het jou seker, maar ek had gedacht, het is net die testament. Ek was jou nog andere zaken ook niet. Wat lijkt ons skrikkerig is? En nou sit dan. Esther, ons is dors, Esther. Ek is nou dors, Sias. Die water komt af. Het is ons oor haar wat ek morgen in die hof moet verskyn. Verskyn? Ek het nie geweet nie. Ach, toch, maar hoe kan jy dit nie geweet het nie? Die hele dorp weet het. Allemaal praat as kinder oor. Hoe kan jy wat ek prokureer het is, nou skiel ek nie weet. Wel, ek weet van die saak. Ek het...
Maar ik bedoel, ik het niet geweten, dat is wel dat zij niet. Dat is juist. Dat jij zei dat je daar nou over wie je moet verschijnen. Ja. Grilling, ik wil hij met mijn moren in die hof verteenwoordig. Ik wil hij met die poging tot moordzaak die mij afkrijgt dat hij het schrapt. En dan wil ik hij niet. Kom eens niet zomaar het zo zeer schrapen, dan schrapen die seance. Het is eenvoudig. Hij het niet bewijzen. Nie. En denk je werkelijk, als ik iemand wil doodmaak, zal ik hem wegkomen? Denk je dat? Natuurlijk, Nicias. Precies. Maar, wat van haar geweren niet? Wat er op is, dat we later gaan ze werf gekregen. Wie is hij zo? Dippenaar. Hoe een geloof ik Dippenaar? Hoe een geloof klein slotkop kon staan waar ik in Sias vlok lieg? Is dit wat willen doen? Probeer hem mij naar hoek te drijven. Ik zeg maar net wat ik gehoord heb, Sias. Zelfs jullie lekker. Goedenavond, juffrouw. Ik heb ze maar niet nagekomen. Ik zal bij het lekker wees, dank je. Zeker? Hey, in, alsjeblieft. Bye, dank je. Hoe lang ken je nou, Grilling? Ik heb het vlok 5 jaar geleden in 1932 ontmoet. Hij was een vooruitstrevende boer, een geziene man in landbouwkringen. En dat jaar heeft hij kudde stoetvee aangeschaft. Maar kort daarna is hij gedagvaren om in de hof te verschijnen. In verband met die koopprijs van die dieren. Ik heb 12 koeien bij Gerrike gekoopt voor 40 pond stuk. Dat is 480 pond voor jullie lot. Maar hij gaat toe en op een skelmachtige manier verander hij die koopbewijs van 480 pond naar 1480 pond. Kijk, ik kon het makkelijk doen, want hij heeft zelf die bewijs uitgeschreven. Hij lost toe een spasie tussen die pond en die vier en hij schreef toe een 1 daarin. En na die woord 4 lost hij toe een spasie en voor die woord 100 schreef hij toe een 10 daarin. Schrijf! Hij veranderde dus die bedrag van 480 pond naar 1480 pond. Hij verloor de zaak. Na een paar maanden en een nieuwe getuige zette die zaak weer open. Ik heb bewijzen hier lachbaar. Ik heb die getuigenis van meneer Pieter Black. Hij is een handwriting expert van Johannesburg. Hij staat niet bij de ekket om het kom. Hij zal voor u zeggen, bewijs dat Gerrike gelieg en bedrieg het. Dit is een feit dat hij ergens kreeg was omtrent 4 uur voor die teer dat hier getrek is. Die erf was zo droog dat die ink van die teer niet daarmee wil mengen. Hij is schuldig, edelachtbare. Die vark is schuldig en hij wil hij 1000 pond bij mij komen stelen. Hij is schuldig, hij is schuldig. Hij verloor die zaak voor de 2e keer. Dit om een geweldige som geld en rechtskosten gekost. Die rechterse uitspraak heeft een grote volk, een volkse gemoed op elkaar. Ik denk dat hij toe al zijn vertrouwen in ons rechtsstelsel begon verloren. En hij de overheid begon haat. Ja, hoe lang ken ik die nou? Ja, al 5 jaar. Dat is lang, hè? Ja, die mensen mij altijd rechtvaardig waren. Nee, niet altijd, nee. Nee, niet altijd, nee. Doe maar extra sommige. Ja. Koffie is lekker. Wat? Ja, zo raf en sterk. Alle mensen zijn te sterk. Oh, nee. Spij lekker zo. Mag ik komen? Tja. Zo, je keur nou hier. Nee, ik blijf hier. Zij is mijn oom. Wil ik ook vragen? Nee. Zomaar. Politie jou gestuurd. Wil mij een Sias. Als ik je kreeg, dan schiet ik je vrek. En dat is mijn antwoord. Ja. Ja, ik is klaar, centrale. Alsof je niet weet niet. Wie was dit? Willy. Wat wou hij? 1000 pond. Vaffler? Nou, hoe moet ik weten? Hij zei ze komen 1000 pond geven, zal hij morgen niks in de hoofd zijn. Hij zei alles draait om zijn getuigenis. Als hij niks zijn, heeft hij niet een zaak tegen mij niet. Hij moet zeker denken, ik is onnozel om nou 1000 pond te geven. Hij zit in een wacht om mij terug in die tronk te krijgen. Maar niet hiervoor niet. Wacht, ik wil gaan slapen. Ik kan niet geloven van Billy niet. Zie eens wat hij gezegd. Ik heb nooit voor hem gezegd. Als hij mij 1000 pond betaalt, zal ik niet een woord zeggen over mijn Esther niet. Het is een lieg. Ik heb het niet gezegd niet. Hoe komt ze heeft het dan gezegd? Schrijf hoe komt Willy Krause zo tegen mij is.
Hy het hier aangekom met die Transvaal uit, onvoorwaardelik met die voornemens dat ek hom sommer erfgenaam van my moet maak. Kan jy bewys? Hy het die bron vertel, man. En toe hoor ek dit, toe sê ek vir hom, hy sal nooit die erfgenaam van my kan word. En toe raak hy sommer snaaks. En van toe was hy dik vriend met meisie en dippenaar. Skryf ek. Was het Willie wat daar die hand geskakel het? Die sentrale kan nie onthou nie. Een van die betrokke partye, meneer Greiling, prokureur. Ek was in die studeerkamer. Meneer Vlok het ingekom en gesê het was Krause wat opgebel. Mevrou Cronje was ook in die vertrek. Kon mevrouw Vlok aandeel in die betrokke oproep gehad het? Sy het niks daarmee te doen gehad nie. Ek het bytendien nie opgeleid. Hy het ons dan amper vroeger die vorige aand doodgemaak. Het Willie Krause verwag om een dag Sias Vlok sy erfgenaam te wees? Hy het beloof ek sal erf. Hy het beloof. Dis hoekom ek uit die Transvaal gekom het om vir hom te kom werk. Hy het beloof. En toe het hy eendag gesê, jy het niks nie, Willie. En jy sal nog steeds niks hê nie, die dag as ek dood is. Jy sal nie 'n penny erf nie. Dis wat hy gesê het. Nachter. Het is een lampe neef hier, ik ga maar slaap. Dag. Kan ik geloof wel hier het te goed doen? Goeienacht, juffrouw. Tot ziens. Volgens procureur Greiling was Esther Cronje's optreden vreemd nadat Vlok die beweerde oproep van Krause ontvang het. Is hij zeker is wel hier wat gebeurd het zeerst? Dit was die manier waarop zij gezegd. Ik kan net niet geloof wel hier het te goed doen. Zo alsof hulle afgesproken is, zou dit doen. Was die prokureur se interpretatie van haar optrede korrek? Ek kan nie onthou hoe ek wat hy aangesê het nie. Ek kan nie Sias onthou toe hy my kamer binne gekom het. Sal het altyd onthou, altyd. Kom hou hulle so aan my krap en krap. Het is verby. Julle kan ons sien julle ontstel haar. Los haar nou uit. Het Willie en Esther ooit oor afpersing gepraat? Die moontlikheid bespreek? Was die afpersing nie. Hy het beloof. Het was net die manier waarop sy het gesê het. Sou Vlok ook onraad op die stadium vermoed het? Ek weet nie. Is moeilik om te sê. Was 'n vreemde hand. Aanvanklik was ek huiverig om alleen uit te gaan na Vlok se plaas toe. Huiverig of dalk bang? Mens sou het seker so kon noem, ja. Maar in die half uur nadat juffrou Cronje bed toe gegaan het, was daar een vreemde rustigheid in die vertrek des nachts. Vlok was nog steeds aan die plannen beraam en uitpleis wie om, soos hy het genoem het, verraai het. Misschien het hy ook een interpretatie aan Esther's reaksie probeer leg, maar hy het niks dat bloed nie. Greiling was bang om met Vlok te gaan praat. Op wat er stadium het hy vir sy eie en juffrou Cronje se leven begin vrees? Ek denk, Vlok was maar altijd een gevaarlijke man. Ik was niet helemaal op mijn gemak bij hom nie. Maar die betrokke aand, dinge het lelik begin lyk na die tweede oproep wat hy die aand gekry het. Dit was net voor 9:30. Nee, Esther. Was dit meisje? Ja, jy ken die vark, maar ek gaan hom nog kyk.
eerste laat in die hand rond, Jack. Ek het nou net met Vlok gepraat. Waar is hier in die dorp? Nee, hy oor die foon. Later was daar slag soos skoot, toe gaan die lijn dood. Centrale sê, wil hy antwoord nie of die lijn is by te werk. Ek dink het is daar geskiet, jy moet gaan kyk. Ek sê jy, die man is gevaarlik, Dippenaar. Jy moet hom gaan haal. Ek het my so kort na Vlok se trouwe met die weduwee Bester leer ken. Saam met Vlok het ek deur die boedel gewerk om sake in orde te bring. Ons kry toe bewys van 1000 pond van Meissen wat nie reg was nie. Na baie argumente en briefwisselings, Meissen skielik prontweg ontken dat hy ooit iets met die 1000 pond te doen gehad het. Ontken? Maar hy lieg ons nou. Wat is nou? Dis Meissen. Hy sê hy skuld geen 1000 pond en hy wil om ordentlike huurkontrak aan te gaan en hy wil op die pad gaan. Hy is harde kop. Jy moes gesê, Sas. Is my snaaks dat hy nie huurkontrak wil sluit nie. Is dit ook al een? Dit is hom, my nie, daar is niks 'n kontrak nie. Ek het hom net moeilings gesê, hy kan op die helfte van die grond bly, jaar lang, is na Bester se dood. En wel 3 jaar daar is te plaas. Slip hom hof toe. Dagvaar hom, trek hom kaal uit, breek hom. Sy verseker my toe weer, daar is geen kontrak nie. Ek neem toe stappe in die hof teen Meissen. En toe die saak al aan die loop was, toe kom ek agter, daar is wel 'n kontrak van hier vir 12 pond per jaar in Meissen se naam. Lewenslank, vir 700 morg, die vrou het my alleen vertel, het was alleen. Dis alleen. Maar jy het beloof aan die meibel. Jy het. Gaan vraag vir Esther. Sy weet van die hele affaire als. Min het haar die klein Mirrie naam voor my noem nie. En wat van die 1000 pond wat jy en Jack ons beloof het aan die meibel? Jy praat van dinge waarvan ek niks weet of wil weet nie, wil jy, hoekom bly nie maar stil nie. Net om al oor Jack, dat is dan moeilikheid. Maar aan die meibel, almal beloof my altyd als. Maar ek kry nooit iets sien. Soos die keer met die grensdraad, toe jylle my 200 pond beloof het om stil te bly. Nou bly jy stil. Of jy sit sonder werk. Nadat Vlok aansienlike klomp geld in 'n opgeding teen Meissen verloor het, het die vete nog nie ingekry nie. Want 'n paar maande later is ek saam met Vlok op sy versoek na 'n punt op die plaas waar Meissen 'n grensdraad gespan het. Jy kan nie kom staan in draad span, die contract sê niks van draad nie. Al gesê het jy in die hof nie. Het lijkt me, jy was baie geld om te mors. Van my werkers bly aan die kant, wat van hulle? Dat is sommer met die groot pad moet lang stap van nou af. Luister die meisie, jy het my nou lang genoeg getrek. Trap van my grond af! Ruig jy my. Bly net staan waar jy is. Ek laat my nie rond odde nie. Ja, eerste aan van vrek geslaan, die robbies. Cenk, kom dat ek jou voorstel. Dit is nou my skoonseun Jack Meissen hier vroeg. Aangenaam. Paris was, ne? Ek het die hangs by meneer Vlok gekoop. Ek het gesien, ja, nie sleg nie. Jack en Pieter woon in die woonste huis. Hy boer op daardie deel van die plaas. Koperer is ons gister al, wat soek jy nog hier? Of kuier jy? Ek wag vir my geld. Hoekom betaal jy my ma? Wel, is 200 pond en ek het toen nie soveel contant by my nie toe. Vraag ek om maar om te blye dag of wat doet. Ek het op die dorp kan gaan kry. Jy nie 200 pond in die huis het nie. Myn laat lach nie. 200 pond is te baie vir die paard. Gee om 120 getrek 10 af losies. Die prys is 200 pond soos oor ingekom. Zorg dat die vent voor 8 uur morgenochtend van die plaas af is, anders dan moeilijkheid. Ek sal sy nek vir hom breek. Ek sit. Later daai aand, was die 29ste Oktober 1931, het ek alleen in die kombuis gesit. Toe kom sy daar aan met 'n bonnetjie geld en sy sê, tel het en kyk of het reg is. Het was snaaks, want ek dacht dat sy geen contant in die huis het nie. Dis wat sy gesê het, is nie dat ek ouwe nacht. Maar ek vat hom maar die geld en ek tel het. Is dit reg? 200 pond. Kijk nu, Vlok. Ek kon dan met jou praat. Sy maak toe die 2 boksies oop. Die een was 'n swaar gladde goue ring, waarde ongeveer 5 pond.
Andrie was een gouden bengel, sê sy toe. Die ring is nou jou ring, en die bengel is myne. Sy vat toe self die ring en sit het op my vinger. Die bengel het sy op haar arm gesit. So ja. Ek verstaan nie. Kijk my vlok. Ek wil trouw. En ek wil met een jong man trouw. Ambities is beste, maar trouw is een kwaai saak. Ek weet. Ek was al 2 keer getrouwd. En dit laat ons elkaar maar so effenkies ken. Skoning sê het niks. Het jy lief van as ek die eerste keer gesien het. Ja, maar ek wil uitstel, ek wil 'n bietjie oor die saak dink. Daar is niks te dink oor die saak nie. Ek wil vir jou vir 'n man hê. Maar as dit die geval is, dan wil ek jou 'n paar vrae vra. Vra my? Hoe oud is jy? 50 jaar. Dit was 'n lieg, Leon, sy was nog langer dan 50. Ek het 'n maand terug vir jou. Die Simisies Bester was nog altijd my groot begeerte om enige kind te hê. Oei, jy. Ek is nog meer as een, hè. Nee, maar daar is het reg. En as ons trou, dan is het een gemeenskap van goedere. So was ek elke slag getrouwd, maar so wil ek weer trou. Dis beste. En as ek baas op die plaas? Natuurlijk. So alles gee wat ek het, as jy met my trou. My kinders het laag geërf, want niks meer van my nodig. En die plaas? Wat enig die kinders in, volgens my verdeling. Maar ek het levenslange vrug gebruik. Ons. En my sin dan? Hy lei my lewe. Dis groot, meneer. Hy het my 'n paar maal met sy zandbok geslaan. Hy moet trap. Ek het hom al 2 keer weggejaag, maar ek krim nie van die plaas af nie. Met een zandbok? Een paar maal al. Ek moes sy nek vir hom gebreek het. Sê as Johannes Christoffel Vlok, ek vind jou onskuldig op 'n aanklag van aanranding. Nee, nee, ek is onskuldig! Orde, stilte in die hof. Ek sal nie stil bly nie, ek is onskuldig! My sin is die sondaar. Hy soek my al lank al, hy taart my, hy taart my. Hy het jare gelede al my beginne sikkel edelag, maar jare gelede, hy ontsien niks en niemand nie. Hy het my nie eens rus gegee die dag van my troue nie. Nodig om te jaag nie hoor. Daar's genoeg te eet en genoeg te drink om ons 'n hele paar dae lang besig te hou. Dis 'n grootse dag in my lewe. En ek wil dit graag deel met almal. Willie. Ja, sies. Het ek nie vir jou gevra om al die karre met Uniflaat toe te maak nie. Ek ry nie met die Union Jack rond. Maar ek het sies. Toe deed dit van. Geel. Ek is self vir die heer van hierdie moeder betaal. Ek verkies die koningsvlag. Sien jy op die plaas? Wacht. Wacht, Mati. Kom, Sas. Amma wacht ons voor. Wacht.
Kijk het niet, Mabel, hier zit ik heel tijd naar rook. Als je wilt dansen, dan dans. Is er nog een boete hiervoor? Is de spijtwester hier mij gesukkeld? Gepaars, ik zei jou. Ik weet niet waarvan je praat nie. Lijkt van mij of je per ongeluk samen die eende gaan zwemmen. Je hebt niet onschuldig op mij gestaan, hou nie. Je bent in die donker bekruip en met drink geslaan. Je schuldig, Vlok. Je schuldig. Zie als Johannes Christoffel Vlok. Ik vind jou schuldig op een aanklacht van aanranding. En aanranding met het doel om ernstig te beseer op Reginald Jacob Lewis Mason. Op 23 augustus van jaar, bij die grenslijn wat sy grond van jou is skeid. Jy word gevonnis tot 18 maanden tronkstraf met dwangarbeid sonder keuse van een boete. En toe sit ek vir 18 maanden. 1,5 jaar sit ek in die tronk deur daardie vark. Maar dit is nie al nie. Terwyl ek in die tronk sit, probeer sy my skei van hierdie kant af. En toe sy dit nie reg kry nie, daar was nie genoeg rede nie. Toe plooi mys in dit so dat sy een doktersertifikaat in die handen kry. Ek so kastig haar ribbebeen afgeslaan het. En toe skei Judge Prinsloo ons van bed en tafel. Dit was 3 jaar gelede. En toe peter hulle met my beeste terwyl ek sit. Omdat sy kastig nie genoeg kos het om te eet nie. Nie genoeg kos om te eet nie. Maar ons sit daar met byna 500 beeste, 1800 skape, 60 bere en al die gesaides op die land. En toe begin sy verkoop aan my goed. En sy verkoop dit vir 2000 pond. Die mark was baie swak. Dis die beste prys wat ek kon kry. Jy? Het jy dit verkoop vir niks? Vir 2000 pond? Terwyl ek meer as 6000 pond daarvoor betaal het, het jy dit gedoen? Maar Sias, ek het nog dit gedoen wat mevrou Vlok my gevra het om te doen. Ek is toch julle procureur. En toe ek uit die tronk uitkom, toe is daar van die 2000 pond net 300 pond oor. Maar ek het nie gaan lê nie. Ek het weer opgestaan. En hoe sterk is ek vandag, procureur? So tussen 7 en 8000 pond. Jy skuld om 20000, dink ek. Hoekom haat allemaal my so, Greeling? Hulle haat jou nie, Sias. Dis maar net... Nou, as het die haat is nie, wat noem jy dit dan? Hulle haat my, allemaal haat my. Die ou meisies. Meisen, sy vrou, die Greilings, hoe verheer hulle, Dippenaar, Willie, Amman. En nou sy ook. Haat jou nie, Sias. Sy ook, Amman. Sy vol my kaart om nie. Sy vol my asjeblief, ek het om lief. Ja, Sias, dit is... Bly stil, en skryf. En nou moet ek weer voor die judge verskyn. In sake wat gelaai is met afgeperste getuienis en haters. Amman wil my nie tronk sien. Maar as ek verskyn, as die skuldig bevind word, net 'n blote formaliteit, want ek is klaar gevonnis. Daarom
het ek al my sake deur my prokureur laat reël. Ek gaan hulle bloed vir bloed gee. Jesus. Nee. Moenie. Nou, hoe kom die ou nou? Het hulle jou nog nie betaal nie, hè? Jy maak my seer. Moet jy nog jou geld kry? Hulle het my gedwing. Hulle het jou gekoop. Ik ga net daar en dan. Maar ik niet plaats paai af, die dorpspad indraai. Papa is onvast, man. Maar zal het werk zal? Als jij zo lang tussen ik aan die mag als voor je, zou je weer het kan niet mislukken. Denk jij, vlok het vergeling zomaar voor die grap, als die plaats te laat komen? Dus, we staan met een weg te glip, man. Dus ook om. Hoeveel geweren moet ik uit, boek, sergeant? Twee zou genoeg weer, Sandpieters, hè? Je kan alweer met twee geweren loop voor, Lenny. Ons heeft nog elke dienst op over op, Jack. Twee geweren is te man. Kom jelle, ik kan niet die jelle hier staan nie. Ik heb nog een hele spulgaard om te doen. Hoeveel geweren moet ik nou uitboek? Goed, boek dan maar drie uit. Vlok is alleen, man. Ons is de hele klomp. Ik zal doodskiet. Door die laatste patroon. En die is myne. Maar lewendig sal julle my nooit kry nie. Teken. S.J.C. Vlok. Sal jy teken, Sias? My lijk kan julle doen wat julle wil. Verbrand het, verbrysel het, net soos julle die beste wraak wil uitoefen. Sias. Sias, is daar niks wat jy van plan sal verander nie. Daar die verklaring op na al die groot koerante in die Unie gedruk word. Ek kan met die politie gaan praat met die verklaring, Sias. Stuur ook 'n afskrif van die eerste minister. Sê ek het 'n patriot gesterf. Sias, dankie vir alles. Jy sal daarom jou geld uit my boedel kan eis. Kom jy saam met my, Esther? Sias? Ja, my? Gaan nie net bly. My plek is by Sias. Loop. Die pad afgekom. Ek het al die pad afgeklim, uit langs die pad afgeklim, né? Hou jou pad af van my af, jy robbies. Moeg. Moet jy gaan slaap? Sal jy nou slaap nie? Ja, seker nie. Kon lag jy? Sommer. Sommer maar. Maar hoekom moet ek gaan, Jack? En ek kan het moest self doen. Wat gaan aan? Wat kan wie self doen? Het is Jack aan die meubel. Het een kaptein Jenner met versterkings opgedag. Hulle was vlok morgen voor son op die plaas verras. Het lê iemand nodig wat die plaas ken, wat hulle pad kan wys op die werf rond. Ja, ja, ek begryp. Nou kom order hy my sommer. En vir wat nie? Loop gaan rapporteer by die poliste. Maar Antie Mabel, vang hulle om, wil jy? Kry jy dalk 'n hoop geld? Ag, loop paars jy, man.
al so laat, hoekom gaan jy nie slaap nie? Is daar nog iets wat ek vir jou... Gaan slaap jy, Matreda? Nog? Nog. Je doet net de motorbike, maar nog twee politiemannen aangekomen. Hij is al vast op die slag. Hoop zo. Wat je bedoelt wat je vroeger gezegd, man? Wat gezegd? Wat die plaas Petrusen word na jou dood. Sien wat ek gesê het nie, Jack. Gesê is Pieter en al broersen, volgens hulle paase wil. Maar my testament sal enig bepaal hoe die plaas verdeel word. Plaas is ons, nee. Jy het het self gesê. Hy kry kontant uitbetaling. Het staan dan so in jou testament. Op die oomblik ja, maar ek kan hom verander. Dankie. Sal wat ek ook weet. Ma. Meneer Krause se hulp behoort ons om dus te verras. Volgens sy ultimatum wat die prokureur aan u genoem het, sy samtepenaar, mag niemand na 6:00 morgenoggend voet op sy plaas sit nie. Korrek? Korrek, kaptein Jenna. Hy verwag dus niemand voor 6:00 nie. Ons sal nie probleme hê nie. Ons gaan na wapens en ammunisie uitdeel. Sergeant Peterson? Kaptein! Elke man krijg een geweer. En 50 patronen. Kaptein! Sergeant Dupenaar! Sergeant Price! Constable Fury! Constable Blake, son! Constable Schutter. Constable Smit. Is er? Vicky. Ten heer. Nog een scouter. Misschien, volgende jaar. Meneer Grijvers is zo, hij zei voor mij zijn kaap te gaan. Kan ik makkelijk in VIP's van hem. Tank, op voor. Word bij. Dus hij wil het zien, man. Peter Jenner, Willy Krause en 11 politiemannen naar Vlokse plaas. Wees nou, Willy. Als je Vlok naar mij laat deurkomen, je daarvan betaal ik je 2000 pond. Hij zal jou frek schieten. Je kop houden, breek je, Willy. Zorg dat hij deurkomt. 2000 pond. Die ligt niet voor mij, niet. Zorg dat hij deurkomt. Als mensen wat Afrikaans praten in Angola. En dan? Niemand zou ze al kennen. Al die rekeningen moeten nog betaald worden. Dan die mensen moet later slecht voor mij denken.
zelfs Afrikaners van Argentinië en als ze zo... Listen. Net voor 5:30 bevindt kapitein Jenner en zijn manschappen in een positie ongeveer 300 tree van Flokse opstal. Zal ons gaan, meneer Krasen? Shh. Zachtjes. Hier kom iemand. Neem dekking. Allemaal. Gauw. Daar wil achter. Hier, los dan. Dan kom je hierin. Dan trap ons om vast. Hij zal schiet. Niemand schiet voor de dekse beveel mee. Bij ons allemaal. Ik moet dit voor jullie geven. Hai, kom hier. Los op, mijn kapitein. Dat is niet Duas Pieters, hier van Flokse werkers. Wat zei? We treden zal van nu af zonder vragen op mijn grond doodgeschiet worden. Het is mijn laatste waarschuwing. SJC Flok. Het is bij de hek achter die kop. Twee karren en motorbike. Ik heb 9 geteld. Willie is ook daar. Ja, voor hem schiet ik eerst de vrek. Doors, jij en Gert blijven die pad uit vandaag. Maak je perra op die stoep vast. Geloof je. Hij vraagt niet vrouw, hij schiet niet. Maar hij is ook niet onlossel niet. Hij weet nou eens een hele klomp gewapende politieman op zijn plaats. We gaan proberen om door ons cordon te breken, om weg te komen. En dan grijpen we ons om. Kom nou, kerels. Neem jullie stellings in. En wat van Esther? Je bent nou hier, Billy. Je komt niet uit, niet hoor. Hallo? Is het Esther keer 1000 pond beloofd als hij verklaring die je afleef, Flok. En jij dan kastig is lief voor jou. 1000 pond. Wat een varken! Als mama bang maakt, schoot wat hij schiet. Hij is omsingel. Hij kan nu maar net oorgeven. En hij weet het. Prijzen van heden dik achter die koppie. En klein voor u. Ik hoor hulle sê, hij gaat nog springbok worden, hè? Hij dek die bossen.
van Blank. Hij zal nu gauw achterkomen zitten. Maten zijn dippen naar salon. Terug ja, als hij oost wil doorbreken. Ja, kapitein. Alleen maar een hoog dop hier. Ik doe dit nog een rag om je, Martens. Laat vallen, je weer vlok. Arme vent. 12 tegen 1 is een groot oermag, nee? Zie je al de sigaret van mij, Sassant? Ja, zeker, kapitein. Zo een beetje hongerig voel. Wil je wet? Ik wet jou, hij gaan onder toe. Probeer deur kom. Bij die onderste huis voorbij. Dan trap Krause en Blake op. Ik ben je recht, kapitein. En ik denk die zo. Pas wil je blijven? Ik weet niet, hij heeft niet gezegd waar. Betaal Willy 500 pond om te zeggen dat Esther in jouw kamer bij jou gekregen vlok. Willy krijgt 500 pond. En jij het gedacht, hij is aan jouw kant, nee. Later gaan, goedemorgen. Gaat het goed? Ik heb net een klomp die polisman op mijn plaats geschiet en is ook een pad dorp om nog een paar mensen te gaan schieten. Als mijn schuld afbetaald. Nee, tot ziens dan ook. Waarom gaan rij twee mensen wat directe vrees voor een desperate maniak behoort te hebben zonder een wapen rond? Waarom gaan ze naar zijn buurplaats? Al verklaring voor Fanny Ferreira en Pietro Meissense optreden is dat hulle onder die indruk was dat Vlok klaar in hechtenis geneem was teen 8 uur daardie ochtend. Mevrouw Meissen, goeiemorgen. Het is my groot teleurstelling dat jou man nie saam met jou is. Kijk Vlok, ek heb in jou niks uit te waai nie. Ek en jy het nog altijd goed oor die weg gekom. Hoe kom je dan van staan en liegen, sê ek wil jou vermoor? Liegpek.
gaan jou kry. Hulle gaan jou in die tronk spuit. En dis hoogtyd dat jy... Mies, is jou lekker gekry, Vlok. As jy jou skuldig vind, kan jy jou sonder 'n probleem skei. Dan sit jy sonder niks. Bergswous. Kijk bij jullie rein. Die ouwe mensen zit hier op een varkvlok. Je is niks. Je hebt niks. Jouw Esther krijg je 1000 pond. Jouw Esther. Jou kaal uitgetrek, Vlok. Esther is aan haar kant. Willie is ook aan haar kant. Jy het niks. Niks! As jy my nie glo nie, gaan vra haarself. Sy bly by Treda Plessis op die dorp. Jou Estherkie was nie te duur nie, Vlok. Nie te duur nie. Als nou iemand soms sies. Groet my dan. Anklagkantoor toe. Wat van Mabel? Toe ek sal geroep. Ma! Ma, kom gauw, hy is in die dorp. Kom al, Brateo. Uit. Gewete gaan... Daar, hou op, kerm. Kom seker nou tevrede met jouself. Voor elke schoot wil hy Paris-muis man van jou vandag schiet, draai jy die schot. Hy sal nie man doodskiet nie. Kom, oor na die polisie toe. Nee, ons bly hier as hy iets probeer skiet te kom. Hy sal doodskiet, Jack. Sit! Sit. Ek wil net achter toe gaan kyk dat hy daar inkom. Jack, ek! Toe hou nie bang wees, ek te revolver. Sit. Thank you.
aan die wagen. Polis is net oor in die pad. Hier langs daar. Wat kan toe is my sin? Daar kan toe is jy. Kaap dat. Dankie Albert. Ek sal hom afsny by die kort draai. Sy het hom nie kry nie. Dit is die bevinding van die hof dat Sias Johannes Christoffel Vlok sonder die bystand van iemand anders alleen verantwoordelik was vir die dood van een kaptein Peter William Jenner, 2 sergeant Johannes Jacobus Tippenaar, 3 sergeant David de Kok Pietersen en 4 hoofkonstabel Mervyn John Martens, 5 konstabel Alan Ferdinand Blake, 6 Stephanus Hermanus Ferreira, 7 Petronella Gertruida Elizabeth Meysen geboren Westers, 8 Thomas Gert Philander, 9 Cornelia Mabel Petronella Vlok voorheen Westers, voorheen Killian, geboren Exis. Dit is die bevinding van die hof. Die hof verdaag. Een feest van geweld eindig in 3 hamerslaag. Kon die tragedie vir my gewees het. Ons sal nooit weet nie. 9 dooies kan nie praat nie. En die ander? Hulle is maar net gelukkig dat hulle dit oorleef het. Prokureur Daan Greiling. Konstabel Jan Fourie, blind vir die res van sy lewe, om aan groot rugby deel te neem, sal net 'n droom bly. Emily Vat, 'n plesier het wat 'n nagmerrie geword het. In die nek gebond, sal sy vir die res van haar lewe verlam wees. Henry Mulligan, vergruisde skouerblad, sal nooit weer aan tennis kan deelneem nie. Billy Krause, baie beloftes van geld is gemaak, maar hy sit vandag sonder 'n penny op sy naam, sonder werk. Jack Mason, steeds onder doktersbehandeling, kan glad nie sonder hulp oor die weg kom nie.
Esther kon hier. Esther dra die letsels van haar ondervinding ingebrand op haar gezig, ook voor altijd. Ons kan huis toe gaan, dus voorbij. Niemand is meer nodig als getuie. Die enigste een wat voordeel uit die gebeure getrek het, is Esther Grandier. Volgens Vlok se laaste testament erf sy al sy besittings. Vlok se manifest, soos gedikteer aan prokureur Greiling, is nooit gepubliseer nie. Dit het te veel lasterlikhede en onwaarhede aangaande die Suid-Afrikaanse regstelsel bevat.